Goedemorgen allemaal. Het is 7:15 in de ochtend. We zijn vroeg wakker. De eerste nacht in onze camper geslapen. Gisteren hebben we de camper opgehaald in Adelaide. Daar hebben we eerst een hotelovernachting gehad. Zijn we op zondag aangekomen. Drukke stad. Wat opvallend was, was dat er geen winkels open waren. Op alle plekken waar we nog geweest zijn, waren gewoon de winkels open tot 10 uur 's avonds, ook op zondag. Maar hier was alles gesloten. Het was zelfs zoeken naar een plek om wat te eten. Toen kwamen we langs het restaurant van Jamie Olivier. En dat hebben jullie al op filmpje gezien waarschijnlijk, of op de foto's. Daar hebben we daar gegeten. En gisterochtend zijn we van Adelaide naar, we zitten nu in Murray's Bridge. We zijn hier gaan staan op een camping omdat we graag naar het Rosse Meer willen. En dat is hier ongeveer 20 kilometer vandaan. We hebben gisteren ongeveer een uurtje of zo gereden. Dus zo lang was dat niet. Door mooie wijnstreken in de bergen. En, dus dat was wel mooi. Ik wou nog wat vertellen, maar ik weet niet meer wat. Nou, die camper hier, dat ligt wel goed, dat bedje. Dat is wel perfect voor elkaar. De camping stelt eigenlijk niet zoveel voor. Wel hele goede douchen, maar verder niks. Ik heb zo'n dingetje gedownload, zo'n campingsite. Dus daarop kunnen we dan straks al zien, ook offline, waar campings zijn en wat er precies is. Aan zwembad, aan wifi en douches, et cetera. En wat de kosten zijn. En de reviews die andere mensen daarop geven. Zoals gezegd, gaan we vandaag naar het Rosse Meer. Dat schijnt wel heel indrukwekkend te zijn. Ik heb het al iets vanuit de lucht gezien. En dat zag wel heel spectaculair uit. Het zal natuurlijk vanaf de grond iets anders zijn. En ik was helaas net te laat met filmen. Daarna gaan we 350 kilometer rijden, dat is tenminste het plan naar het volgende plaatsje, Mount Gambier, en van daaruit kunnen we naar de Blue Lake en Sinkhole. En daar willen we dan dus ook 2 of 3 dagen blijven, want in principe zijn we dan al bijna op de helft van richting Melbourne en we hebben eigenlijk alle tijd. Dus dat gaan we doen. Eindelijk gisteren de kleren uitgepakt. Toch 4 dagen in Alice Springs vanuit de koffer en rugzak geleefd. Met name rugzak, hè, want die is mee geweest op de tour. En nu dus in die camper kon ik eindelijk de kleren weer uitpakken. En dan heb je weer een beetje overzicht. Dat is wel iets prettiger. Dus die kunnen gewoon 10 dagen niet blijven liggen. En die pak ik dan pas weer in als we richting Jenny en Rudy gaan. Veel contact met Jenny en Rudy, maken zich zorgen, zijn nieuwsgierig waar we zijn. En, dus dat is allemaal wel heel leuk. FaceTime ook met Nol en Marianne nog, dus dat is heel bijzonder. Ik hou jullie vandaag weer op de hoogte van de dingen die we doen. Oké, doei doei.